So, you want to know about the champion? What makes you think I know the truth? Don't lie to me. You knew him even before he became the champion. The entire world on the brink of war. And you need the one person who could help you put it back together. Nou, dat was dus de demo. Ik vond hem over het algemeen heel erg leuk. Ik vind dat ze ook heel veel hebben veranderd. Ik hoop wel dat ze wat aanpassingen gaat doen. Zoals met de character creation, dat het gewoon makkelijker gaat met de draaidingetjes. En ik was er tevreden. Ik ga hem zeker weten kopen in... BioWare We Trust. Ik ben alleen een beetje bang dat dit een Mass Effect 2-syndroom gaat krijgen. Waar als in allebei de Mass Effect games de replay value veel lager zit. Ik denk dat hardcore BioWare fans gerust kunnen zeggen dat ze Baldur's Gate 2 meer dan 5 keer hebben uitgespeeld. En ik weet zeker dat de hardcore fans ook Jade Empire vaker dan 5 keer hebben uitgespeeld. En KOTOR hebben ze ook vaker dan 5 keer uitgespeeld. En Dragon Age hebben ze ook vaker uitgespeeld. Daar ga ik eigenlijk gewoon een beetje van uit. Maar, hoe zeg ik dat? In Mass Effect had ik dat namelijk niet. Dat ik hem één keer uitgespeeld. En daarna nog een keer. Dan was ik het zat. En in Mass Effect 2 had ik dat ook. Van, ze waren allebei de keren waren ze leuk. Maar niet zo leuk om het daarna nog een keer te spelen. Toen was ik het wel zat na 2 keer. En ik ben eigenlijk heel bang dat het ook gaat gebeuren. Maar je kunt pas oordelen als het spel uit is en ik hem helemaal uit heb gespeeld. Maar ik heb wel het gevoel dat dat gaat gebeuren. Dus gewoon, het is jammer. Nou, goed iedereen. Dit was een kijkje naar de Dragon Age 2 demo.